Wat precies speelt is dat er zijn 2 tot 3 zaken. Je hebt een acute zaak en dat is namelijk de wijziging van de pompprijs. Daar willen we met de retailers van gedachten stellen. Omdat die retailers die zijn die pomphouders. Omdat we wel waar een voorlichtingsmeeting hadden met de commissie die bezig was. We hebben als bestuur gereageerd schriftelijk. We hebben geen antwoord daarop gehad. Nou, dat is niet gekomen. We hadden verrast plotseling dat de prijs is verhoogd naar 15. We hebben gewoon meegewerkt. De pomprijs is ook aangepast. De eerste 2-3 dagen al merkte men dat er sprake was van een drop in de omzet, dus in de volume, tussen 20% en 40% minder. Wij hebben gemeend om dan met zo'n gedachte te wisselen om te kijken met de overheid wat er precies gaat gebeuren. Want als de prijs wordt berekend op basis van de losgelaten dollarkoers, als die koers al hoger wordt, dan verandert die prijs. En het gemiddelde van die wereldmarktprijs van de maand ervoor. Nou, als die prijs constant omhoog gaat, betekent dat je iedere keer een lagere prijs aan de pomp presenteert krijgt dan waarvoor je inkoopt, dus verliezen. Dus we willen weten hoe wordt dat alles opgevangen. Dat is 1 punt. Het tweede punt is dat de overheid ergens in de maand februari of maart een 50% korting aan het publiek heeft gegeven op de pompprijs. Men is akkoord gegaan daarmee. Maar de retailers, de pomphouders, hadden iets ingekocht en hadden een voorraad van 50.000 tot tussen de 50.000 en 70.000 liter. Dat betekent dus dat de pomphouders over die voorraad van 50.000 liter verlies geleden hebben. En voor kleine ondernemers, dat kan niet. We hebben nooit heeft de minister gemeend ons te moeten ontvangen om daarover te praten. En toen met de commissie die ging over de prijzen, dat hebben we voorgelegd, hebben ze gezegd dat is niet aan de orde, dus ze zullen het doorgeven. We hebben tot nu toe niks gehoord. Het derde punt voor de ALV vanavond is de winstmarge. De koers gaat omhoog, de kosten gaan omhoog. Je moet personeel betalen, elektriciteit gaat omhoog. Dus die kosten worden steeds hoger. De koers is gewijzigd, waardoor eigenlijk de marge die door de overheid is bepaald op $12,50 per liter. En verdeeld zou moeten worden 1/3, 2/3 tussen pomphouders en oliemaatschappijen. Is op de oude koers bepaald en wordt door die oliemaatschappijen niet aangepast. Het leek op een baas-knecht-verhouding, bijna een slaafse relatie. En dus het water steekt naar de lip van de pomphouders. Bedrijven gaan kapot gaan en stuk gaan. En dus is bundeling de enige optie. En u zei daarnet 20% tot 40% minder verkopen sinds de verhoging. Dat is behoorlijk wat. Denkt u dat dat gewoon een tijdelijk ding is? Dus dat het waarschijnlijk een afschrik-effect heeft gehad, die 15 SAD? Of... Ik heb de mensen dat ook gevraagd. En ze hebben dus eerlijkheidshalve zeggen dat meestal heb je altijd een drop bij een prijsaanpassing. Dus daarom hebben we gezegd, laten we er naar kijken. We laten ze steeds doorgeven. Sommige stations hebben die drop niet ervaren hoor. Want je hebt 1 of 2 stations die strategisch zodanig liggen. En misschien is een station in het buurt gesloten. Dus die hebben hun normale afzetten wel behouden. Maar de doorsnee heeft een drop ervaren. En die drop kan zeg maar incidenteel zijn voor een korte periode. Maar het kan ook structureel zijn omdat de algemene koopkracht van mensen in het land enorm achteruit is gegaan en gaat. Dus mensen gaan hun bestedingspatroon en hun gedragspatroon daardoor aanpassen. Toch? En als je een drop hebt in omzet en een stijging in kosten, dan begrijp je wat er gebeurt met je bedrijf.